Hartelijk welkom, de ronde tafel van conflictstress naar levensgeluk. We gaan het vandaag hebben over alimentatie, met name de nieuwe regelgeving die er is vanaf 1 januari. Dat doe ik met Herman Schever. Herman, hartelijk welkom. Jij bent mediator en je hebt alles te maken met echtscheidingen en dus ook met die nieuwe regelgeving van partneralimentatie. Ja, dat klopt. Wat is er veranderd sinds 1 januari? Ja, vooral de duur. De lengte waarin je recht hebt en plicht hebt om partneralimentatie te betalen of recht hebt om te ontvangen. Dat is nogal een verschil. Van 12 naar 5 jaar. Dus het was 12 jaar, het is nu 5 jaar geworden. Ja. Maar het is ook geen overgangsrecht of zo? Hè? Nou, er is geen overgangsrecht in die zin dat per 1 januari alle zaken die dan worden ingediend, die zijn dan echt in die regelgeving van 5 jaar. Ja. En vlak voor, zeg maar, dat 1 januari aan de gang was, was er wel een soort van overgangsrecht in de praktijk. Ja. Dan wilden mensen als het ware alvast voorsorteren op die 5-jaarsperiode. Er werd er zeker in mediationland wel wat op maat gewerkt. En toen heb je het ook drukker gehad met degene die nog die oude regeling wilden hanteren? Ik persoonlijk niet, maar ik hoor dat wel heel veel. Dat het inderdaad wel aan de orde was. Maar bij mij is het niet drukker geweest dan anders, dat niet. Nee, oké. Okay. Nee. Nu is het dus 5 jaar. Voor wie geldt dat dan precies? Ja, in principe geldt dat gewoon voor iedereen op een paar uitzonderingen na. De algemene gedachte is dat het huidige klimaat van werken en werk en inkomen voor alle partners gelijk getrokken is steeds meer. En dat in heel veel gevallen vroeger was natuurlijk de vrouw altijd degene die de partnerlimietatie ontving. Hè, op enkele uitzonderingen na. En dat is eigenlijk met name door VVD en een aantal andere partijen gezegd van luister eens, de vrouw is steeds meer ook zelfstandige in de arbeidsmarkt. Dus daar past ook een kortere duur van partneralimentatie bij. Afhankelijkheid van je ex-partner is niet zo nodig meer. Je kunt genoeg werken. Is dat jouw ervaring ook in jouw praktijk? Dat die afhankelijkheid wat is afgenomen? Nou ja, je ziet ook de uitzonderingen, die zijn inderdaad de mensen op leeftijd, zeg maar. De mensen, de 50-plussers. Die richting AOW of pensioen gaan. Dat zijn natuurlijk ook mensen die over het algemeen nog uit het oude patroon komen. Even heel gegeneraliseerd gesproken. Waarbij de vrouw inderdaad geen carrière heeft opgebouwd. En dan is het zo'n 12-jaarsperiode, was eigenlijk heel logisch. Mm-hmm. Maar in heel veel gevallen was dat wet al van afgeweken. Jonge mensen die eigenlijk nog volgens de wet recht hadden op een 12-jaarsperiode, mm-hmm. kozen vaak al voor een kortere periode. Eenmaal in de praktijk. Oké, okay, en dat was dus ook wel eens 5 jaar? Dat was dus ook wel eens 5 jaar. Ja. Nou is het zo, we noemen die 5 jaar, maar het is eigenlijk, de regeling is iets gecompliceerder. Hè? Het is de helft van de huwelijksperiode met een maximum van 5 jaar. Ja. Dus ben je 2 jaar getrouwd, dan heb je een jarige partnerlimietatie. Ja, dan is die 5 jaar niet in beeld. Dan is die niet in beeld, maar dat was ook al met de 12-jarige termijn. Mm-hmm. Dat was ook een maximale termijn. Ja, en je noemde een aantal uitzonderingen. Welke uitzonderingen zijn er dan nog meer? Nou, ik noemde ook al even eentje, hè. Op het moment dat je heel dicht bij je pensioengerechte leeftijd zit, minder dan 10 jaar verwijderd bent van je AOW en langer dan 15 jaar gehuwd bent, dat is 1 uitzondering. Dus 10 jaar maximaal voor je AOW en langer dan? 15 jaar gehuwd. 15 jaar gehuwd. Okay. Ja. En nou, dan ben je sowieso al boven de 50 natuurlijk, die is dan ook daar. Dat is een uitzondering. Daarnaast is het zo, als je jonge kinderen zijn. En de jongste wordt 12, zeg maar. Die periode, stelt die 0 is tijdens de echtscheidingsperiode. Ja, net geboren. Net geboren heb je tot 12 jaar ook nog partneralimentatierecht, tot de jongste 12 jaar is. En dat is partneralimentatie? Want... Nee, ja, dat is partner. Ja, want je hebt ook nog kinderalimentatie. Ook nog kinderalimentatie. Die loopt dan door. Hoe zit dat dan eigenlijk met die kinderalimentatie? Wat voor regels zijn daarvoor? Is dat nog veranderd? Nee, dat is in principe allemaal hetzelfde gebleven. Ja. Dat is in principe hetzelfde gebleven. Ja. Voor zover ik weet. Jij kunt dat weten. Wat vind je nou van deze veranderde regelgeving? Ja, misschien moet ik dat rijtje uitzondering nog even afmaken. Oh ja, prima. Ja. Want mensen die dus niet 10 jaar al vlak voor de pensioenrechte leeftijd zitten, maar wel langer dan 50 jaar getrouwd zijn. En 15 jaar getrouwd zijn. Mm-hmm. En boven de 50, die hebben ook recht op zeg maar langere periode, dan is het 10 jaar. Maar dat lijkt een hele kleine periode. Want als je zegt, als je even uitrekent 10 jaar voor je pensioen, nou ja, laten we zeggen 67 pensioen, dus 57. Ja. En 15 jaar gehuwd, dus dan is het eigenlijk ergens tussen de 50 en 57. En boven de 50 jaar oud. Ja, precies. Ja, dus het gaat 7 jaar langer. Ja, of 7. Ja, dat plaatje over. En dan heb je nog de schrijnende gevallen. Dan kan een rechter zeg maar op uitzondering nog wel ook partneralimentatie toekennen. Hele sterke arbeidsongeschiktheid. Situatie van lichamelijke beperking enzovoort, dat kan ook nog. Er zijn eigenlijk 4 uitzonderings. Ja, precies. Okay. Dicht bij de AOW, langer dan 15 jaar getrouwd en boven de 50,
schrijnende gevallen, jonge kinderen. En dan tot de 12, de jongste 12 jaar is nog participatierechten. Oké, goed. En dan kom ik even terug op mijn vraag. Wat vind je hier nou zelf van? Nou, ik vind het wel logisch. Het past inderdaad wel in het beeld wat nu in de maatschappij aanwezig is. Dat eigenlijk mannen en vrouwen steeds gelijkwaardiger worden in het werken. Het is niet altijd zo, dus je moet natuurlijk ook op maat kunnen blijven denken. Overigens mag je een parlementariër ook voor langere tijd afspreken. Hè? Het is niet zo dat de wet ook zegt dat het verboden is om langer dan 5 jaar parlementariër te betalen. Dus dat mag, is toch, al 20 jaar, het mag al 20 jaar. Ja. Dus het is in principe juist ook binnen de mediation elke keer weer aan de vrijheid van de partners in kwestie die dan straks ex-partners zijn, om te bepalen wat zij redelijk vinden. Wat kom je dan tegen in het project? Hoe gaan mensen hier nou mee om met die alimentatie? Is dat nou echt een beetje vechten tegen elkaar? Of is er heel veel begrip onderling? Wat kom je tegen? In de meeste gevallen is in mijn ervaring wel begrip. Over en weer. Hè? Dus de parlementatieplichtige ESP die snapt dat die ander ook daadwerkelijk het nodig heeft om in ieder geval die overgang te maken van getrouwd zijn en dus ook gebruik maken van het inkomen van die partner naar meer zelfstandigheid. En andersom is er ook wel weer begrip voor degene die het ontvangt. Hè, van ja, maar het is voor jou ook wel een hele last. En zo, tenminste, dat is mijn ervaring. Okay. En enkele keer is het ook inderdaad wel bijna gevecht. Nou is dat natuurlijk ook binnen mediation niet echt heel vaak aan de orde. Hè? Dan zijn ze al vaak bij een advocaat. En dat heeft er wel toe geleid dat bijvoorbeeld sommige mensen zeiden, we willen het pas indienen in januari. En een paar zaken al blijven liggen, die heb ik deze week dus net ingediend. Alleen mensen willen toch wel graag ook weten, wat zijn mijn rechten nou? Wat zou nou een rechter zeggen als ik hem of haar de beslissing zou laten nemen? Kijk, je moet niet vergeten, mensen die bijvoorbeeld aan de kant zitten van parlementatie ontvangst, voelen zich vaak schuldig. Die hebben vaak het gevoel, ja, kan ik toch niet maken. Dan helpt het om recht te hebben op. He, dan is het niet inhaligheid, maar is het gewoon, je hebt daar recht op. Het is kennelijk wettelijk gezien ook gezien als iets heel legitiems, als iets redelijks, dat je dat gewoon verdient. Ja. En andersom ook, zo'n parlementatieplichtige, die kan het ook nodig hebben om die stap dan te gaan zetten. Ja, omdat het maatschappelijk zo gevoeld wordt. Dan gedragen eigenlijk. Ja. Maar ik merk wel dat er heel veel mensen zijn die uit zichzelf al, voordat de wetgeving er was, kortere alimentatieperiodes gewoon overeenkwamen binnen mediation. Kom je dan ook partijen tegen die zeggen, ik wil helemaal geen alimentatie? Ook dat komt voor. En als mediator moet je natuurlijk wel altijd heel voorzichtig zijn met dat gelijk aannemen. Er wordt vanuit schuldgevoel nog wel eens afgezien van dingen. En dan is dat op dat moment in de emotie, de hitte van dat. Hè, vaak is dat degene die ook dezelfde beslissing heeft genomen bijvoorbeeld, om uit elkaar te gaan. Nou, dan wil ik niet ook nog eens een keer mijn man straffen met, hè, zo. Ja. En dan is het als mediator belangrijk dat je gewoon zegt, luister, er zijn wettelijke kaders voor, we hebben goede redenen. En daar moet je ook gewoon dan gebruik van kunnen maken. En hoe toets jij dat dan? Want... Ja, dat kun je natuurlijk niet toetsen. Nou, maar je kunt het gevoel toetsen. Ja, precies. Dus je hebt dan soms het gevoel, hier is alleen wel een beetje een hele snelle redenering aan de orde. Zou hier schuldgevoel zijn? En dan help je mensen om een pas op de plaats te maken. Niet op die dag zelf te beslissen, maar nog een keertje later, weet je zo. Maar dat is het enige wat je kan doen. Want verder mogen ze natuurlijk ook uit schuldgevoel het doen. Ja. Als ze dat willen, dan is dat, als het maar op... In wezen is dat ook legitiem. Precies, als ze erop gewezen worden. Ja. Wat ik trouwens wel boeiend vind, wij zijn nu heel erg bezig met van 12 naar 5. Dat als je kijkt naar de langere geschiedenis van de patrimentatie, is ook wel boeiend. Die is in 1830 eigenlijk ingevoerd. 1830? 1830 al. En die was levenslang. Zo. Ja. Dus, want toen had je natuurlijk ook nog geen ouderdagsvoorziening, hè? Nee. Pensioen was er nog niet. Nee, denk ik. Voor zover ik niet. Dat weet ik niet eens zeker. Denk het niet. Nee. Maar in ieder geval, nou, dat weten we. Nee, maar partalimentatie is toen ingevoerd voor levenslang. Zo. Je ex-partner onderhield je levenslang. Overigens was het dan ook nog in een tijd dat een vrouw niet geacht werd te werken. Ja, een ambtenaar. Die moest toch ontslag nemen als ze ging trouwen? Dat was in de jaren 50 nog zo. Soms, hè, als het kind kwam. Ja. Maar, en ook nog eens een keer was het verboden voor een vrouwelijke ambtenaar om getrouwd te zijn. Dat is een heel andere tijd. Nou, vervolgens krijgen we een hele lange periode niets. En in 1994 hebben we dan de andere wetswijziging. En toen ging het van levenslang naar 12. Dus 160 jaar lang was het levenslang? Ja. Zo. 1994 pas. Dat lijkt mij vrij laat eigenlijk. Ja. Ja, dus die maatschappelijke ontwikkeling is dan pas gevolgd. Ja. In die 12 jaar had ook weer te maken met, dan is het jongste kind in ieder geval op de middelbare school. En kan een vrouw meer investeren in het eigen werk. Oké, nou de volgende stap zou dan kunnen zijn, we schaffen gewoon die minimumduur af. Van wat begin dat? Ik denk dat dat niet verstandig is, omdat er altijd, in wat voor geëmancipeerde situatie dan ook, als er kinderen zijn, keuzes worden gemaakt
om één of de een meer en de ander minder zorgtaken te bedenken. Maar als je nu zegt, er zijn 4 uitzonderingsregels. En die uitzonderingsregels houden we gewoon, maar de algemene duur maken we 0. Hebben we dat dan ook niet getackled dan? Nee, want die uitzondering. Je bedoelt dat je dan die 12-jarige termijn van de jonge kinderen. Ja, want die doen nu de kinderen, maar dat is een uitzonderingsregel. Ja. Nou, dat zou in principe eigenlijk misschien wel voldoende kunnen zijn. Daar heb ik niet over nagedacht al. Dat is wel een goede vraag. Ja, nou, goed, ik ben ook geen wetgever. Nee, die houden we even op. Ik help alleen mensen ermee omgaan. Die laten we even in de lucht zweven als gedachte. Maar dat zou dus heel goed kunnen. Dat je echt waar het nodig is, het geregeld hebt. Maar dat vanuit emancipatiegedachte dat je het helemaal loslaat. Ja, alleen dan ga je inderdaad, ik ben al even verder aan denken, ervan uit dat mensen die dus geen kinderen hebben, helemaal geen parlementatiebehoefte hebben. En dat is natuurlijk ook weer niet zo. Ja. Dus dat hangt er echt van af. Kijk, op het moment dat er geen grote verschillen zijn in de inkomenssituatie, is er ook al geen sprake van parlementatie. Hè? Precies. Ja. Dus dat wordt op die manier al getackeld. Ik denk dat het wel goed is dat die 5 jaar er is. Als ik zo even nadenk over je vraag. Voor mensen zonder kinderen is het wel goed dat die verplichting er is en dat recht dan ook is van 5 jaar. Goed. Herman, als laatste, een tip. Hoe kunnen mensen het beste omgaan met, laten we zeggen, een eerlijke partneralimentatie? Nou weet je, ik denk dat het inderdaad heel verstandig is dat binnen een mediation-kader waar heel veel vrijheden zijn, toch ook altijd heel erg grondig wordt gekeken naar wat zegt de wet nou precies. En dat die wet ook daadwerkelijk wordt beschreven vanuit de geest ervan, zeg maar. Maar waarom is die eigenlijk bedacht? Dat mensen zo hun eigen netto situatie met elkaar gaan vergelijken van voorscheiding en nascheiding. Met name de woonlast is dan natuurlijk een heel groot probleem. Die wordt natuurlijk dubbel zo hoog meestal. En dat ze dan in onderling gesprek met elkaar daar dan over gaan hebben. Is het niet logisch dat we alle twee vergelijkbaar met zoals we nu leven door kunnen leven? Nou, als je dat gesprek met mensen kan voeren, mensen helpen het gesprek met elkaar te laten voeren, dan is dat de basis voor je goede partnerlocatie overleg. Leg je daar een berekening naast, die dan, dat is trouwens wel een punt om even te noemen, by the way, dat die percentages waarop die belastingteruggave er is, ook lager wordt. Dus het is niet alleen dat de belasting duur verandert, of de partnerlocatie duur verandert, maar ook nog eens een keer de hoogte, het netto bedrag wordt lager in de loop van de komende jaren. Maar goed, dat nog even tussendoor. Dus dat gesprek goed aangaan met elkaar vanuit de geest van de wet. Dat is denk ik heel belangrijk. Goed, dankjewel. Herman Schaefer, ja. Mediator. En tot zover de ronde tafel. Nou, we hoorden het, de partneralimentatieregels zijn veranderd sinds 1 januari. En het is heel goed om in de geest van de wet daarover na te denken en elkaar een eerlijke alimentatie te gunnen. Bedankt voor het kijken. Thank you.